Hallo, welkom bij vlogboek nummer 22. Ook in deze video weer drie Nederlandse romans. Peter Buwalda, Bonita Avenue, Joost Wageman, Gimmick en Philip Huff, Boek van de Doden. Het meest opvallende en succesvolle debuut van de afgelopen jaren was wellicht Bonita Avenue van Peter Buwalda, die de Nederlandse letteren binnendenderde met een boek van ruim 500 pagina's. Een boek waar hij lang aan heeft gewerkt, en dat merk je ook. Meerdere perspectieven en verhaallijnen waarbij de tijd heen en weer springt wisselen elkaar af in het spannende familiedrama. Siem Segerius is een bekende oud-judoka die het inmiddels heeft geschopt tot beroemd wiskundige en rector magnificus van een Twentse universiteit. Hij heeft allemaal goed voor elkaar en hij wordt gevraagd als minister van Onderwijs. Ondertussen kan hij het goed vinden met Aaron, de man van zijn stiefdochter Joni. En waar het vaak goed gaat met een personage, moet het natuurlijk wel misgaan. In dit geval stuit Siem op een pornosite waar hij zijn stiefdochter Joni denkt te herkennen. En tja, wat doe je dan? Want hoe leg je uit hoe je daar precies achter bent gekomen? Een ander probleem wordt veroorzaakt door zijn zoon Wilbert, die uit de gevangenis komt en hem chanteert. Zei ik eigenlijk al dat het een spannend boek is? Het is een page-turner waarbij je de pagina's nou ook weer niet te snel moet omslaan, want dan verlies je het overzicht. Je springt namelijk heen en weer in tijd en perspectief en soms duurt het even voordat je een fragment zult kunnen plaatsen in een groter geheel. De meeslepende geschiedenis, de vernuftige constructie, de uitstekend gedoseerde flashbacks, de adembenemende stijl en de rake formuleringen staan garant voor uren ongecompliceerd leesplezier. Een gemiddeld leesvel met mooie zinnen, je moet het aantal pagina's natuurlijk wel aandurven en je niet laten afschrikken door de ingewikkelde structuur. Maar het belangrijkste is dat het spannend is, over het verlangen naar geld en een carrière en waar familiebanden een vader in de weg zitten. Joost Wageman schreef met Gimmick een zedeschets over de Nederlandse kunstwereld eind jaren 80. De hippe personages organiseren exposities en gaan uit. Een snuifje hier, een pilletje daar en veel seks, want zeker geen monogamie. Centraal staat het hoofdpersonage Walter Raam, de ik-verteller. Een aanstommend kunstenaar, een schilder die het hele boek geen nieuw werk weet te maken, omdat hij in de greep wordt gehouden door liefdesverdriet om zijn ex Sammy. Het leven van Walter is als een piepshow, waarin hij alleen maar toekijkt en niet deelneemt. Zijn vrienden nemen hem op sleeptaal, sporen hem aan en zeggen dat hij nieuw werk moet maken, maar tevergeefs. Gimmick is een boek waarin je een aantal decennia terugspringt, met merknamen, kleding, muziek en films die in die tijd populair waren. De stijl van het boek met een gemiddeld leesniveau bevat veel spreektaal, met stopwoordjes en scheldwoorden. En het begin van het boek begint wat traag en daar zul je wellicht wat doorheen moeten komen, maar later gaat het tempo omhoog. Verwacht geen meeslepend of spannend drama. De hoofdpersoon zit in een dal en daar blijft hij ook. Zelfs als hij mag exposeren in het Stedelijk Museum lijkt hij daar weinig enthousiast van te worden. De Roxy, waar de avond zich afspeelt, is niet zozeer een discotheek als wel een leefstijl. Hier komen de jonge kunstenaars. In de Roxy gebeurt het. Het is een kunstwereld die zich beperkt tot drugs, seks en geld. Of zoals Wageman het door een personage laat verkondigen in een boek. Schrijf een boek met veel seks erin en je hebt een bestseller. Boek zonder seks, ook een bestseller. Gimmick is een boek dat je in zijn tijd moet plaatsen en dat ik graag eens als een film zou willen zien. Omdat de hele cult en sfeer van de jaren 80 erin gepropt zouden kunnen worden. Inclusief foute jaren 80 muziek. Bij Gimmick werd gezien als een jaren 80 variant op de avonden van Reven, zo werd Boek van de Doden van Philip Huff onlangs aangekondigd als de avonden anno nu. Boek van de Doden heeft een ik-perspectief. Felix Post is een schrijver die niet meer aan het schrijven toekomt en blijft teren op zijn eerste succes. Het is een dertiger die vereenzaamt en kwijnt onder liefdesverdriet en zich verliest in drank, drugs en seks. Dat klinkt bekend. Dat lijkt heel erg op het vorige boek. Felix heeft een aantal attributen die we op de omslag van het boek vinden. Sigaretten, pillen, drugs en de ultieme verslaving van dit moment, de smartphone. Really? Met Tinder als favoriete app zoeken de personages naar vlotte en ongecompliceerde seks. De seksscènes die Felix heeft met Tindermeisjes en een escortdames zijn echte vrij banale pornografische fragmenten die maar weinig aan het verhaal toevoegen. Wel zijn dit de momenten dat Felix het meest actief is, onder invloed van Viagra, Speed en soms ook helemaal niets. Boek van de Doden blijft uiteindelijk wat bleek, vanwege een gebrek aan contrast of op zijn minst Reviaanse humor.
Conceptueel in orde, maar diepzinnig wil het niet worden. Het is soms een lange zit, deze Amsterdamse odyssee, waarin in een verschroeiend tempo gewhatsappt, getinderd, geslikt en gesnoven wordt. Ja, het boek doet denken aan de avond, maar het lijkt nog veel meer op Gimmick van Joost Swageman dat ik zojuist besprak. Maar qua stijl heeft het wel iets opvallends. Felix beschrijft namelijk zijn handelingen tot aan het meest nutteloze detail. Zo lezen we op een gegeven moment wat er allemaal in een vrij lege koelkast staat. De kracht van dit boek met een makkelijk leesniveau zit hem in de herkenbare dingen, maar dat maakt tegelijkertijd het verhaal wat plat en doet je hopen dat Felix hevig verliefd wordt. Maar ja, dat wordt hij niet.